Nou, ik werk dus offshore, 2 weken op, 2 weken af. En in die 2 weken, ik woon eigenlijk op een hoofdcomplex, op de Kaatwallen Bravo. Van daaruit vlieg ik naar alle locaties in onze clusters, in onze velden. Daar ga ik die installaties bezoeken, die ga ik inspecteren. En afhankelijk van de grootte van de platform kan het 1 of 2 dagen zijn. Daarna keer ik weer terug naar mijn hoofdcomplex. En van daaruit ga ik weer naar andere locaties. Dus ik ben veel in de lucht, kun je wel zeggen. Ja. Ik ben continu met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu bezig. Ik bezoek de platformen, ik inspecteer deze. Er zijn heel wat regels om de zaken veilig te opereren. Ik zie een heleboel mensen en ik probeer verbeteringen aan te brengen in dat veiligheidsgebeuren. Mensen te corrigeren als het op het gebied van veiligheid niet goed gaat. Je blijft het monitoren. Je probeert ook voorlichting te geven over gevaarlijke stoffen, over geluid, over explosieveilige situaties. Dat moeten de mensen weten om veilig te kunnen werken. We willen geen ongevallen. Daar gaan we vanuit. En daar moeten we alles aan doen. Dat doen we met z'n allen. Dat doen we met de operators, de technische mensen. Iedereen die hier offshore werkt, moet zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Voor zichzelf en voor anderen. En dat we gewoon op een gezonde manier weer naar huis gaan. Nou, het is natuurlijk geweldig om zorg te dragen voor veiligheid. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Je komt in contact met heel veel mensen. Je ziet ook een hele hoop verschillende locaties. Je bent onderweg, je vliegt, je vaart. Nou, zeg het maar, het is allemaal aanwezig. Het is een geweldige tak van de industrie, laat ik het zo zeggen.